Ja, toen ik die eerste resultaten zag, toen schrok ik me wezenloos. Ik had niet gedacht dat er zo ontzettend veel lege momenten in één dag van een cliënt zouden zitten. Dat realiseer je niet als je gewoon aan het werk bent. En dat was echt een eye-opener. Mijn Leef Mijn Ritme is een methode waarmee je dus inzichtelijk kan maken hoe iemands persoonlijke ritme is. En hoe je dat zo ideaal mogelijk zou kunnen invullen. Doordat je dat in kaart brengt, ontdek je dus waar de hiaten zitten. Letterlijk eigenlijk, de hiaten. En doordat je dat gaat opvullen met activiteiten, verbeter je het leefritme van die cliënt. Op het moment dat iemand overdag een leuke activiteit aangeboden krijgt, eigenlijk de hele dag wakker is en niet in slaap valt, dan heb je dus 's nachts een veel gezonder nachtrust. Waardoor je dus 's ochtends iemand fris ontwaakt en ook die zorg gewoon veel ontspannender gaat. Het is echt iets wat je toevoegt aan iemands leven. Dus je zou namelijk als een begeleider heel graag willen dat je die activiteit zelf aanbiedt. En dat je zelf met die persoon iets onderneemt waardoor die gewoon een leuke tijd heeft. Maar die mogelijkheid heb je heel vaak gewoon niet. Dus dan ga je op zoek naar iets wat dat wel kan bieden. En dat kan met technologie. Daar kan het echt wel een aanvulling zijn. Het leuke van technologie is natuurlijk dat je ook heel veel interactieve technologie hebt. Wat we bijvoorbeeld ook wel eens doen, is dat we dan een projector inzetten die een reactie verlangt van bewoners. In eerste instantie merkte ik dat ik daar best wel moeite mee had om juist die technologie te gaan inzetten. Ook omdat ik vanuit mijn zorgachtergrond heel graag dat zelf wil doen. Door het te gaan doen heb ik ontdekt dat het juist heel veel toevoegt. Op het moment dat ik weet dat ze in de woonkamer een aantal bewoners zitten die gewoon een heerlijke activiteit met elkaar beleven, kan ik dat loslaten en kan ik met een gerust hart voor 100% voor diegene zijn die op dat moment mijn zorg verdient. En dat maakt dat ik veel rustiger mijn werk kan doen. Dat is waarom ik voor de zorg gekozen heb. Ik kies ervoor om die mensen te helpen. Dat doe je altijd naar eer en geweten. En op het moment dat je nu iets aangereikt krijgt, waardoor je dat zou kunnen verbeteren en dat nog beter zou kunnen doen, ja, dan moet je dat met beide handen aangrijpen. Vind ik.